Het is Ramazan en dat betekent dat alle restaurants de hele dag gesloten zijn. Zo jammer, we hebben honger en dorst. Eindelijk een keer aan iets van een gezellig terras, want dat bestaat helemaal niet in Iran namelijk. Dit is de International Art Iran Teheran Club. Het ziet er hartstikke leuk uit. We zouden best een kopje thee willen. Dus het biertje is natuurlijk uit hun boos, maar een kopje thee vinden we al genoeg. Maar zelfs dat gaat niet lukken. Straks weer op de hotelkamer cakejes eten. De winkels zijn wel open, maar de restaurantjes dus niet. Jammer hoor. Jammer, heel jammer. Ik hoor je net klagen over Ramadan, Ramazan, niks te eten en dat soort dingen. Maar is het al donker? Is de zon onder? Nee, het is bloedheet buiten. Het is midden op de dag. 500 meter achter ons ligt Ayatollah Khomeini. Wat hebben ze gezien? In een grote kist waarin hij verscheurd terecht is gekomen. We herinneren ons allemaal de beelden van zijn begrafenis. Dit is het grote complex van waar meneer Khomeini ligt. En deze kleine plaats is een soort winkelcentrum omheen gebouwd. En daar kunnen we midden op de dag een lekker kippetje, cola, wat allemaal hebben. Misschien denk je dat het moslim hebben, dat zo'n beetje op het mag, maar juist dat zou je zeggen. Dus ze zeggen, proost, eet maar. Nog steeds Ramadan. We zijn net aangekomen in Esfahan met de nachtbus. En we hebben geslapen en we hebben nu verschrikkelijke honger. En dat is een grote verrassing. Is hier een soort illegale burgertent. De burgertent zal wel niet illegaal zijn, maar ze is in ieder geval open. We zijn blijkbaar niet de enige die trek hebben. We nemen even mee nu naar beneden. We zitten boven. Afgeladen vol, hartstikke.